Door het coronavirus is lesgeven in de klas op dit moment niet of nauwelijks mogelijk. Afstandsonderwijs is dan een alternatief wat je op dit moment veel hoort. Scholen en schoolbesturen denken na over de wijze waarop dat mogelijk gemaakt kan worden. Als de rolgroep zijnde helpen we je daar natuurlijk graag mee op weg. Het is daarbij goed om na te denken over de manier waarop je dat wilt doen. We geven je graag enkele tips en we laten je zien welke mogelijkheden wij daarvoor bieden. Natuurlijk zijn er een heleboel mogelijkheden om afstandsonderwijs operationeel te maken. Je zult echter niet alleen na moeten denken over de manier waarop je dat gaat doen, maar vooral ook over wat je gaat presenteren aan je leerlingen en de wijze waarop jij voor kennisoverdracht zorgt en leerlingen aan het werk kunt zetten. We nemen je daar graag in mee en hebben een aantal tips voor je. Tip 1. Je kunt natuurlijk het beste aan de slag gaan met herhalingsstof. Deze kun je bijvoorbeeld aanbieden via de verwerkingssoftware van verschillende methodemakers. 2. Richt je bij het aanbod op de basisvakken die jullie met elkaar afstemmen. Meestal zijn dat natuurlijk taal, rekenen, spelling en lezen. 3. Schat vooraf in welke lesstof je kunt aanbieden zonder effectieve instructie of voorinoefening. Deze lesstof is dan het meest effectief om op afstand te laten maken. 4. Denk ook eens na over het opnemen van een instructie, bijvoorbeeld via een videofilmpje of een PowerPoint. Het is fijn dat leerlingen deze ook later nog eens terug kunnen kijken, vooral als ze het de eerste keer niet meteen begrepen hebben. 5. Zorg ervoor dat iemand binnen jullie team onderwijsinhoudelijk coördineert welk werk aan leerlingen wordt aangeboden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat leerlingen in groep 7 veel minder lesstof krijgen aangeboden dan de leerlingen in groep 5. 6. Zorg voor korte instructiemomenten. De aandacht om lang naar een scherm te kijken vermindert snel. Je leerlingen bij de les houden is nu meer dan ooit een uitdaging. 7. Communiceer via het gebruikelijke kanaal met ouders over deze ontwikkelingen. Welke lesstof bied je aan en wat zijn de verwachtingen die je realistisch gezien van leerlingen mag hebben? 8. Zorg ervoor dat je de opdrachten per dag klaarzet. Niet meteen voor de hele week, want anders zijn je leerlingen natuurlijk vanavond al klaar. We kunnen ons voorstellen dat er deze dagen veel op je afkomt. Je gaat onderwijs op een andere manier organiseren en dit vraagt iets van jou, van je collega's, maar uiteraard evengoed van de leerlingen en hun ouders. Daarbij willen we je natuurlijk graag ondersteunen. Zo hebben we een speciale themapagina gemaakt die je vindt via www.derolfgroep.nl/corona. Maar natuurlijk willen we je ook op maat van dienst zijn, met een goed advies waar jij mee verder kunt. We hebben daarom een team ingericht van speciale onderwijskundige adviseurs die jou daarbij graag te woord willen staan. Het telefoonnummer van onze klantenservice waarmee je hen direct kunt bereiken vind je hier in beeld. In de volgende video vind je nog extra uitleg over hoe je met Zulu Connect afstandsonderwijs mogelijk kunt maken. En geven we je tips hoe je daarin met Google Hangouts of met Google Classroom of met Microsoft Teams aanvullende tools kunt inzetten om dit nog beter te kunnen faciliteren. Kijk daarvoor zeker op de speciale themapagina derolfgroep.nl/corona.